En zo, ja, we kunnen er niet omheen. Zaterdag een topwedstrijd. Alhoewel, het is nog vroeg in het seizoen. Hè. We zitten pas in november. Maar goed, nummer 1 tegen nummer 2. Hoe benader jij die wedstrijd? Ik denk als iedereen en als de tegenstander ook een belangrijke wedstrijd. Het is nu dat je, als je wint, dan doe je mee met de bovenste. Dan laat je het liggen, dan wordt het gewoon moeilijk om steeds aan te blijven haken. Dus we moeten er gewoon staan en zorgen dat we mee blijven doen. Wat is nou belangrijker, die koppositie pakken of die prachtige reeks van ongeslagen wedstrijden voortzetten? Ja, kijk, door die reeks heb jij nu de koppositie. Die moet je natuurlijk blijven verdedigen, die reeks. Dat geeft je gewoon vertrouwen. En als je die reeks kan voort kan blijven zetten, dan blijf je bovenin meedraaien. Dat is wat we willen. En dat is waar we met z'n allen afspraken over hebben gemaakt. En we staan er en dit moeten we vasthouden. Een van de sleutelposities wordt bekleed door jou. Want ze zeggen, ja, Enzo is on fire. ja, goed. 10 wedstrijden, 7 goals. Dat zijn denk ik prima statistieken. Alleen ik doe het niet in mijn eentje. Zeggen ze altijd, hè? Ik denk dat ik daarin wel bescheiden ben. Maar ik maak ze niet alleen. Ik krijg ze ook van anderen. Ik geef ze ook graag af van anderen. We scoren met z'n allen. We juichen met z'n allen. Ja. En dan, dat je daarin dan als spits 7 goals maakt, dat is top. Is dat een beetje het geheim van het huidige FC Lissen? Het geheim? Alles met z'n allen? Ik denk het wel. We feesten met z'n allen. We lachen met z'n allen. We verliezen en we winnen met z'n allen. Daar gaat het allemaal om. Je deelt alles behalve de vrouwen. Ja, dat zeker. Die hou ik voor mezelf.